Nou, ja. Wesley zit. Kan prima. Dit is een beetje een klok waar de batterij bijna op van is. Hij moet gewoon aan alle kanten losser worden, want het werk valt hem nu nog vrij zwaar. En dat is hetzelfde als dat je nu 4 maanden niet gesport hebt en je begint aan de sportschool. Nou, ze kunnen me alles vertellen, maar de eerste 10 keer zijn niet leuk hoor. Julia, kun jij misschien een schep halen, dat ik dit allemaal kan ingraven? Grapje, grapje. Hoi normaal. Hoi. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van Equitality. Vandaag zijn we weer onderweg. Dat hebben we lang niet gedaan. Nee. Dat weet ik eigenlijk niet meer of we dat lang niet meer hebben gedaan. Ter Apel was de laatste keer. Ja, met City. En laten we nou weer onderweg zijn. Met City. Maar we hoeven gelukkig niet naar de kliniek en zo. Gewoon een trein. Wow, een trein onder City door. Oh. Maar waar gaan we dan wel heen? Ja. En we gaan ook niet naar Bastiaan de Recht. Nee, we gaan iets leuks doen. Alhoewel Iris het iets minder leuk vindt nu. Ja. Maar straks gaat ze niet meer stoppen met praten van hyperactiviteit. Ja. Excitement. Ja, Iris is weer zenuwachtig, dus ik ga wel weer gewoon voor jullie praten nu. We gaan namelijk naar Wesley Mulder. En Wesley is een internationaal springruiter. En hij woont bij ons in de buurt. En ik had Iris voor haar verjaardag een cadeautje gegeven, wat ze zelf niet zo leuk vond. Nee, ik vind het wel heel leuk, maar ik vind het gewoon heel eng. Ja, ze moet daar gewoon doorheen en dan kunnen we weer gaan plezieren, wou ik zeggen. Wat. Het zou gewoon leuk zijn als ik door die angst heen kom. Ja. En dat je gewoon een beetje lekker dingen kan afwisselen. En misschien voor City ook heel leuk. Ja, zijn. Want City die. Ja, City's is natuurlijk een springert. Ja, Wesley had dit leuke filmpje ingestuurd. Die kunnen we wel even eerst laten zien. Goedemorgen Iris, Wesley Mulder hier. Allereerst van harte gefeliciteerd met je 30ste verjaardag. Ik weet nog wel dat toen ik 30 werd, dat ik daar behoorlijk tegenop zag. Maar ik voel niks anders als 29, wees gerust. Sanne heeft mij een poosje geleden benaderd om voor jou een leuk verjaardagscadeau te versieren, te maken, hoe je het ook noemen moet. En die heeft me uitgelegd dat jij een aantal jaar geleden wat schrik hebt gekregen met springen, doordat jij zelfs al 2 keer toe je rug hebt gebroken en dat je dat eigenlijk van vroeger uit niets liever deed. En ze heeft me verteld dat je nu een ontzettend leuk nieuw paard hebt. En ze heeft mij gevraagd of ik jou wil begeleiden om jou weer wat plezier te geven in het springen. En vooral wil ik weer een beetje durf. Dus dat gaan we doen, mits jij dat ook wil. Het maakt niet uit hoe hoog het wordt, al is het maar zo hoog. Maar we gaan proberen om toch, al is het maar een leuke afwisseling in je training straks, toch weer wat plezier te kunnen geven aan een klein sprongetje maken. En daar gaan we ons best voor doen. Dus voor nu een hele fijne dag. En tot snel. Hoi. Waarom doet iedereen zo lief vandaag? Nou, Lino. Nee, het klonk net alsof ik heel ontevreden was met mijn verjaardagscadeau. Dat is echt helemaal niet waar. Ik vind het namelijk echt een heel leuk en heel lief cadeau. Alleen nu ben ik dus heel zenuwachtig en schijt ik 7 kleuren in mijn broek. En daardoor heb ik iets meer moeite met het enthousiasme opbrengen wat ik normaal meer heb. Maar ik zou dat ook hebben, denk ik. Dus, nou ja, en ik weet, ik heb thuis al eens een klein kruisje gesprongen met City. En dan is ze eigenlijk altijd hartstikke lief. Maar ik weet gewoon niet wat ik van haar kan verwachten. We zijn natuurlijk op ander terrein voor mijn nieuwe instructeur. Ik vind het dus al met al best wel spannend. Plus, ik vind springen heel eng en ik wil er niet afvallen. Ik wil niet nog een keer mijn rug breken. Maar dat gaat goed komen, want Wesley zei dat hij mij ging laten overleven. En opvangen en zo. En opvangen. Nee, maar het is gewoon leuk als je weer plezier in krijgt en af en toe ook gewoon niet weer. Ja, daar laten we heel veel geduld mee en dat komt dus allemaal helemaal goed. Hij had een paar hele leuke oefeningen bedacht voor vandaag, want hij was al helemaal enthousiast. Bericht aan het sturen vanmorgen wat voor een oefening ik leuk zou vinden. En toen zei ik dat hij mij maar moest verrassen, omdat ik wel gewoon overal mee wil doen. Ja, het is dus gewoon ik meer. Ik weet niet wat we nu gaan doen, maar ik denk wat iets wat hij leuk vindt, dat zal hij ook enthousiaster overbrengen. Hallo! Kijk wie er ook is. Hallo! Ons vaste teamlid. Zeker! En kijk, ze is Dave. Mooi. Nog geen Equitality merch? Zo is hij heel knap. Heb je het op? Hoi, je kaartje zit er nog aan of had je die al aan?
Het is wel warm in de zon, hè? Het is lekker nou. Ja, dat klopt. Ja? Probeer zo in het eerste losrij ietsjes actiever te draven. Dat hij ietsjes meer... Ja, daar al. En hoeft hij wat mij betreft niet direct heel hard te draven. Maar wel dat hij voorwaarts denkt. Dus, ja, en dat is wel makkelijk als je straks naar een hindernis gaat en jij ziet het niet. Dat hij dan in ieder geval naar voren blijft denken. Goed, en dan probeer of je een klein beetje langer rechtuit kan rijden. Dat je die hoeken, dat je niet hem zijn route laat lopen. Zo ja, dat je daar ietsjes consequenter in door. Juist, en aan blijft trekken. Goed zo. En dan probeer er continu op te letten dat wanneer hij stopt met lopen, dat jij met been komt. En als hij loopt, laat je been weer hangen. En dan hou je kuit, goed zo, kuit hou je wel aan. En probeer dus niet elke pas, zoals je nou een beetje doet, te drijven. Want anders wordt het op een gegeven moment zo van, nou, dit been betekent blijf maar sloffen. En het andere been betekent, je moet nu harder. Dus probeer dat heel duidelijk te houden. En dan ga je een beetje op focussen dat je, braaf, dat je op de, goed zo, rijden maar naar voren toe. Dat je... op de lange zijdes wat makkelijk naar voren denkt. En op de korte zijdes blijf je eigenlijk het ritme rijden waarin je rijdt. Dan zet je alleen een heel klein beetje hand bij. Zet je hem heel ietsjes op. Je hand heel ietsje hoger. En dan blijf je met benen aandrukken. En daar op de lange zijdes doe je hand iets naar voren. En laat hem een klein beetje lengte meenemen. Prima, gewoon ontspannen, juist. En dan ga je nu de korte zijde rijden. Dan blijf je met onderbeen ondersteunen. Je hand zet je heel ietsje op. Een centimeter of vijf. Daar ja. En been. En been. Braaf dat. Goed zo. Dan laat je dat op de lange zijde weer uitschuiven. Heerlijk, lekker voor de camera. Dat zul je straks zien, joh. Ik heb wel eens paarden gehad die dan zo rondchokken en dan begint te springen. En dan krijgen ze in één keer, omdat ze dat leuk vinden, zeg maar, wat meer bravoure. Maar het kan bij hem maar zo zijn dat je daardoor ook wel een klein beetje sleur doorbreekt. Want hij is eigenlijk een klein beetje traag, maar zoals hij is wel net scherp zat en als daar iemand zit of dingen, dan ziet hij hem wel, zeg maar. Het is geen dooien. Goed zo. En dan pak je zo eens wat overgang en stap eraf mee. En dan blijf je proberen licht te blijven aan de voorkant. Zo ja. En op het moment dat hij sterk wordt, of dat hij zich dus een keer zo uitdrukt, dan rij je eerst naar voren toe en dat vang je weer op. En daar moet hij dan op loslaten. Goed zo. Zacht blijven, juist. En stappen. Stappen. Laten stappen. Zo ja, daar. En dan niet vanuit de zitten veel duwen, maar vanuit je onderbeen. Goed zo, been geven, been geven. Niet alleen hand laten. Braaf. Op dat moment laat je gewoon je hand rustig staan en je trekt niet terug en je geeft niet mee. En je duwt hem dan met je been tegen die hand aan die daar staat. Snap je wat ik bedoel? En dan probeer je om niet in je arm sterk te worden, maar in je lichaam. Dus je probeert gewoon zoveel mogelijk rechtop te blijven zitten. En je arm probeer je gewoon die veer in de verbinding te houden. En dat is niet altijd makkelijk als ze stoer worden. Goed zo, draai maar weer aan. Hulp herhalen, kom. Weg, weg. Braaf, goed zo. En dan ga je daar die korte zijde, zet je die hand weer ietsje op. Maakt niet uit of het hoofd omhoog komt. Dat geeft niet zoveel om. Geef maar been. Naar voren. Juist. Want hij vindt het moeilijkste om zeg maar de beweging door te geven, het stukje waar je zadel zit en dan door de schoft heen naar de mond toe. Want dan loopt hij eigenlijk een beetje met alle vier de benen apart. Ja. En dan blijf je iets aan je rechter teugel denken. Niet te veel stelling, rechter teugel, dat hij recht achter zijn hoofd blijft, juist. En onderbeen en stappen. Goed zo, denk actief, hè? Gelijk vanaf de eerste pas. En ik weet dus niet hoe ver hij zit in die opbouw, maar als jij denkt ik moet nou heel eventjes stappen, want anders houdt hij niet vol, dan moet je gewoon even aangeven. Hè? Goed zo, maak je daar een keer een volte. En dan hou je binnenhand een klein beetje van de hals en dan rij je de buitenkant achter de binnenteugel aan. Goed zo. Goed zo. Verder rijden. Ook als je daar af bent. Hij moet gewoon blijven aantrekken. Dat ritme moet blijven tikken als een klok. Kom. Kom. Dit is een beetje een klok waar de batterij bijna op van is. Dus ik bedoel een echte klok. Die echt nog hè, in de bloei van zijn leven tikt. Ja, deze die moet even opdraaien nog. Ja, daar moet hij minimaal draven voor jou. Want dat is ook straks als jij zeg maar een hindernisje moet snijden. En hij denkt in de bocht ook nog een keertje terug. En je moet ook nog het sprongetje maken. Hij moet vooruit denken. Hij moet jou straks een beetje meenemen. Komt allemaal goed. We gaan geen dingen doen dat je... We laten je niet je nek breken. Goed zo. Denk op deze kant dus ook minder rechte stelling. Denk rechter en actief. Aantrekken. Rechtuit aantrekken, daar. En dan denk je weer, probeer daar ook al aan die hoek weer te denken. Hè? En want nu trekt hij zich automatisch in de rechte stelling. Dus probeer op deze kant je binnenhand vooruit te leggen. En dan aan die linkerkant die dat een beetje vastkoudt, geef je een halve ophouding, laat je weer los. Probeer daar continu, braaf, zo ja. Kijk, want zolang je die voorkant nog zo stijf en vast neerzet, is het ook logisch als, ik zeg altijd, als de voordeur op slot zit, kun je blijven schoppen waar je wilt. Maar als er een eikenhouten voordeur in zit, kom je nooit binnen. Dus je moet hem ergens op een kier zetten. Nou, en de kier die moet jij nu proberen, precies, en daar been achteraan. Ja, reageren laten. Reageren laten. En dan moet je maar een keer uit elkaar drukken, maar precies. Braven, precies. Want hij mist ook gewoon kracht om zich daar gewoon naar voren zo weg te zetten. Daarom houdt hij zich een beetje veilig. Goed zo, maak je zo een keer een galopje voordat hij dan helemaal leeg is straks. En dan probeer niet zeg maar te verbloemen wat normaal misgaat. Laat maar, dan kan ik beter zien, dat dus.
Oké, okay. Nou, galoppeer zo weer aan. En dan blijf eens het eerste rondje bij het aangalopperen straks daar. Galoppeer aan, de bocht naar de lange zijde toe, die 40 meter voor zich uitziet, ja. En dan blijf je het eerste stuk in de verlichte zit, zodat je voelt dat je die balans krijgt. Ja, je galoppeert aan en dan vanaf dat je in die galop zit, ga je licht zitten, ietsje staan. Zo ja, juist daar, ja, want daar maakt zich rij maar door. Rij maar door, met been, braaf. Ja, dus blijf nu gewoon die voorhand licht maken, niks op uitdoen en dan galoppeer je makkelijk aan. 1, 2, been en weg. Rij maar weg. Prima, licht, licht, licht. Zo ja, en niks op uitdoen. In balans laten en onderbeen. Zo ja, en dan blijf je daar licht zitten. Been houden, been houden, been houden. En je gaat straks pas zitten als je merkt dat hij balans vindt. Want hij heeft gewoon moeite met die kracht en als jij denkt, nou komt hij. Precies, want daar komt hij. Goed zo, blijf licht. Goed zo, en dan ga je weer zitten en been rijdt verder. Hand ontspannen, hand voor je uit. Been, 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 been. Daar ja, daar ja. Dan ga je rustig draven. Dus gewoon licht blijven. Je moet zo licht mogelijk blijven. Maar doordat hij gauw al dit doet, ben je gauw geneigd om iets passief te zitten en denken, oh, hij trekt me. Verder rijden, verder rijden, verder rijden. Juist. Dus je moet proberen om, als je weet dat die bocht hier lastig is, zeg maar, om een makkelijk bochtje te creëren en er niks op uitdoen dat hij zich hier sterk maakt. Want als jij niet aan hem trekt, kan hij ook niet aan jou trekken. Dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dan moet je toch een seconde loslaten en daar weer op verder. Want ik denk namelijk dat hij uiteindelijk nog vrij heet gaat worden als je verder komt in het werk. Goed zo, galoppeer maar weer aan. Licht blijven, goed zo. Laat maar en licht, licht. Heel licht, juist. Desnoods steun jij iets op de schoft. Ja, niet goed voor je balans, maar nee, dat bedoel ik. Ik bedoel dus niet te zeggen dat is goed voor je balans, maar dat is goed om je balans iets makkelijker te houden. Want daar steun jij bijvoorbeeld aan de mond. Probeer zo min mogelijk aan de mond te steunen. En waar die kop blijft, maakt me niet zoveel uit. Dat is ook niet goed, hè, voor het hoofd blijft. Ja, verder, verder, één rondje nog. Goed zo. Heel licht blijven en dan kan je niet hard genoeg gaan. Dat denk je wel, maar dat is niet zo. Rij verder, rij verder, rij verder. Precies, laat hem terugkomen naar draf. Maak je lang. Prima. En doordraven. Gewoon doordraven. En daar zet je langzaam nu die hand bij. Braaf. Maak hier maar volte. Wat hij namelijk doet is als jij zeg maar wil afwenden of jij wil van de hoekslag af, dan pakt hij aan en op dat moment stop je met been geven, want je denkt ja, hij gaat al met me aan de wandel. Ja. En dan komt hij van het werk af. Ja. Dus je moet even in ieder geval zorgen dat, ook al is hij zo lang als maar kan, wil ik dat je daar nog een keer van hand gaat veranderen om die roze stokjes heen. Ga je deze kant op. Draai naar links voorbereid, want je weet wat er komt. Draai, 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 draai. En los. Hand los. Laat maar lopen. Gas geven. Ja, hier tussendoor. Prima. Doe je daar zo nog een keertje. Draaien, twee handen naar rechts. Been houden, juist, hand ontspannen. Ontspannen houden. Braaf, ontspannen houden. Prima. Prima. Goed zo, dan vang je hem hier een keer aan twee teugels. Doe je hand iets omhoog. Heel licht en dan van je af omhoog. Niet naar je toe trekken. Draaien. Braaf, hand los. Goed zo, doe even een rondje stappen. Ik denk dat het meeste werk zit erin dat je zeg maar gewoon, ook als je thuis, gewoon indraai en probeer zoveel mogelijk, want je hangt je iets op dan aan de teugel, dat je, omdat hij dus zo doet, probeer zoveel mogelijk van je af te draaien. En dan wordt hij in het begin wel sterker, maar gewoon je draait met twee handen naar rechts, dus je wil de mond haal je ietsjes licht naar rechts toe, de linker schouder neem je mee, je wil die voorhand die kant op rijden, die voorhand die, en dan heel, zelf heel luchtig blijven. En dat is in het begin vreselijk moeilijk, want alles wat jij luchtig brengt, gaat hij bij jou op je schouder zitten hangen en denk je, holy. Maar dan doe je gewoon korte stukken, als je niet kan houden. En zoveel mogelijk licht blijven, want het is puur de balans waarin hij zeg maar nu nog als een duikboot en een soort van eend door de bocht gaat. Maar dat wordt met de tijd wel beter. En daar kan dit prima bij helpen. Bijvoorbeeld, gaan zo maar beginnen met een balkje draven. Kan het allemaal, nee, maar dat kan prima bij helpen. Alleen, hij moet gewoon aan alle kanten losser worden, want het werk valt hem nu nog vrij zwaar. Dat is hetzelfde als dat je nu 4 maanden niet gesport hebt en je begint een sportschool. Nou, ze kunnen me alles vertellen, maar de eerste 10 keer zijn niet leuk hoor. Dus gewoon om te huilen. En op een gegeven moment wordt het leuker doordat je denkt, hé, ik kan het nu al 10 minuten volhouden en dan ga je fitter voelen en dan wordt het leuk. Julia, kun jij misschien een schep halen dat ik dit allemaal kan ingraven? Grapje, grapje. We doen ze eerst onder de grond, dat je ze niet ziet, maar dat je er toch overheen gaat. Oh, prima. Goed zo. Houdt zich, hele lichaam houdt hij een beetje stijf en stram. Nee, de staart is altijd zo. Goed zo, en dan stap je naar die toe. Recht, zo ja. 1 hulp geven, recht. Midden, 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 midden. Ja, precies, los. Zo ja. Dit is heel goed werk, voor zowel voor jou als voor haar. Goed zo. En nou, in de linkerhand van de hals doen. Met rechterbeen deze kant op rijden. Rechterbeen. Precies. En los. En weer recht. Niet trekken. Laat maar los. Oh, stand by. Laat maar los. Kan toch niks gebeuren. Zo, ja.
Precies, en daar weer opvangen. Het is een gruwelijke lui, maar als we zo zouden beginnen te springen, dan kan ik jou bij de kerk ophalen, want hij loopt gewoon door. Dus we gaan eerst dit werk doen. Precies, blijf je rustig liggen rijden. Oh, blijf gewoon die kaak losmaken, niet denken aan remmen. Kaak los. Want zijn hele lichaam denkt dus ook gewoon continu de verkeerde kant op in zo'n bocht. En dan ga je hier ook die kleine schakelingen mee pakken met je hand iets omhoog. Laat hem wat terugkomen met onderbeen, juist, en trek je weer aan. En weer terugkomen, continu bezig blijven. Denk recht, juist, recht, braaf, denk recht. Blijf zachtjes doorspelen, gewoon zachtjes doorgaan, prima, niks van aantrekken. Prima, en draaien. Je moet eraan denken dat je zet hem in, je laat los, je zet hem in, je laat los. Dan is hij niks om aan te hangen. Dan een keer snel loslaten en weer, ga maar om een seconde, los. En sturen. En los. En sturen. En los. En sturen. Snap je? Zij moet leren, het is een zij, hè? Die moet leren dat hij zeg maar niks vast te pakken heeft. Zo, daar ook. Ja hoor, precies. Hier, ze doet zelfs al wat niet nodig is. Nee, oh, prima. Zo mag het ook. Een keer loslaten, loslaten. En naar het midden sturen. Midden sturen. Midden sturen. Zo, ja. Rij maar door, niks op uit doen. Rij daar, kom vanzelf weer verder. Ga je zo naar die groen-witte. Goed zo. En gewoon ademen blijven. Adem is uit. Adem uit. Dan ben je gelijk ontspannen. Prima. Adem uit. Prima. Adem uit. Prima. En ademen. Laat maar lopen. Dan ga je gewoon linksaf. En dan ga je op de korte zijde weer halt houden. Het gaat ook heel erg meevallen. Goed zo. En weer aandraven. En dan draaf je door tot aan de korte zijde. Maak je daar een overgang naar stap. Ga je de bocht om. Draaf je weer aan. Want als ik jou nu een draf laat afwenden en hij loopt helemaal de tuin in, dan krijg je al een slechte bocht. Prima. Hand weer los. Stap je weer. Probeer aan twee teugels de bocht om. Juist. En ook al trekt hij hier nu aan, het ligt precies op een afstand dat er niks gebeurt. Dus je hoeft er niks aan te doen. Ja, hand maar ontspannen houden. Recht houden, juist. Oh, prima. Oh, prima. Blijf doordraven. Blijf doordraven. Ga je links de bocht om. Prima. Probeer het nu voor te bereiden. Voorhand naar binnen en los. Voorhand naar binnen en los. Voorhand naar binnen en los. Perfect. Perfect. Oké, misschien kan ik je niet veel leren met springen uiteindelijk. Maar ik heb je al wel geleerd om fatsoenlijk van hand te veranderen. Dus, dat gaat goed komen. Draven blijven. Recht naar het midden sturen. Gewoon ontspannen blijven. Ontspannen blijven. Uitademen. Oh, oh. Niks doen, niks doen. Rij maar door, rij door. Gewoon doorrijden. Draai je in naar de volgende. En die maak je gewoon weer af. Blijf met de kaak bezig. Twee teugels. Oh, oh. Prima. Zacht in je hand blijven. Prima. Juist. Jij blijft gewoon, als het, je mag blijven lichtrijden, want het is ja, vrij laag, zeg maar. Dus je mag gewoon blijven lichtrijden. Je mag ook, als je het prettig vindt, in verlichte zit zitten. Alleen, ze liggen zeg maar nu op een afstand dat ze normaal een huppeltje maken, een sprongetje. En die van jou draaft dus nu nog gewoon door, omdat die galop dus ook zo moeilijk is. Alleen ik kan nu met zeg maar de kaak, als ik jou nu daar overheen zou laten galopperen, dan zet hij zo'n kaak en dan krijg je een heel naar gevoel. Dat zou ik bijvoorbeeld wel goed vinden voor haar om te doen. Maar dan heb je niet het gevoel dat je denkt, dit is wel leuk werk voor ons. Nee, dus dat gaan we ook niet doen. En dan ga je daarna schuin links, zeg maar, weer naar die balkjes. Gewoon het lijntje volgen. Prima. En je kan ook stem bij gebruiken. Zeg gewoon ho, goed zo. Ho, prima, ho. Juist, recht houden, braaf. Dat prima. Rechtsaf daarna. Ja, ik zie je zo gaan. Precies, actief houden. Dan kom je vervolgens hier naar die twee blauwe. Gewoon kijken wat er gebeurt. Braaf. Braaf, niet drukken. Hand weg, hand weg. Braaf. En ontspannen. Ontspannen blijven en dan vang je hem daar weer op. Oh, stilzitten. Prima. Kijk, dan moet hij zelf wel remmen. En dan, die neus maakt niet zoveel uit. Ik heb liever dat hij recht is en makkelijk de bocht omgaat met zijn neus iets in de lucht. Als dat hij zich zo verstopt en dat je helemaal eigenlijk niks te koop hebt. Alleen maar midden denken. Niet te veel rijden. Balkjes remt hij vanzelf. Braaf. Recht. Juist, ga aan het eind rechts. Ontspannen blijven, ontspannen blijven. Prima, niks doen. Steun op je beugels. Prima, goed zo. Doe je deze nog een keertje weer. Oké, wat je dus nu heel erg ziet ook, ook in dressuur lopen, is dat hij op één been afzet. Ja? Dus daarvoor krijg je nog een beetje want hij gooit zich een beetje naar die kant. Zo draaft hij ook eigenlijk langs de kant, nog een beetje. Dus jij kan hem alleen maar zo recht mogelijk maken. Meer kun je daar niks aan doen. De rest moet het sprongetje vanzelf doen. Niet meerijden, ontspannen. Ontspan je hand, ontspan je hand, ontspan je hand. Braaf. Hoef je niet naar voren te denken, gewoon jezelf lang maken. Steun op je beugels, niet te hard drijven, hij trekt vanzelf aan. En denk recht. Denk recht. Braaf.
Hier, kijk. Nou, die beginnen we even opnieuw, want er zit alleen maar naar hun te kijken in de hoek. Kom maar gewoon een keertje opnieuw. Oh, dat kan. Niks, niet drukken, niet drukken. Hand weg. Prima, prima, is niet erg. En dan een volte maken daar. Goed. Goed zo, prima. En laat maar lopen, naar het midden. Laat maar lopen, hand ontspannen. Braaf, en ontspannen. En dan de bocht weer om. Dus dat moet je, en dat kun je prima met dit werk, bijvoorbeeld ook thuis, kun je prima een balkje hier, een balkje daar, dat je gewoon een beetje ook moet gaan sturen. Anders rij je toch thuis in het bakje te veel rondjes. Kijk, en dat is wel even, nou is het even een moeilijke reactie, maar als je alleen iets zo doet, kun je het al heel licht doen. En dan moet hij wel, want hij kan niet blijven doorlopen dan. En als ze dat eenmaal kennen, hè, dat, dan hoef je alleen maar als je straks een parcoursje hebt en je springt hier en je landt en er wil bij weglopen, dan blijf je iets lichter in je beugels, doe je hand heel ietsjes omhoog, hup, zijn ze alweer, kun je weer verder. En het zal ook wel een keer zijn dat hij wat meer doorloopt, maar juist, goed zo. En dan ga je weer rustig ietsje terug. Ook rechts mee, ietsjes omhoog, maak je lang. Braaf, braaf, braaf. Zo, ja. Kun je dit eventjes laten bezinken. Als het jou lukt, en als je wat, ik weet niet, heb je thuis iets materiaal, een balkje of een dingetje of helemaal niks, dan zou ik voor aankomende week zeggen dat je thuis drapjes neer gaat leggen, dit. En dan het liefste een paar achter elkaar op een gegeven moment, hoef je geen sprongetje van te maken. Dan zou je ze zeg maar drie neer kunnen leggen, dan twee balkjes zo als een soort spoor en dan weer drie. Dus doe je een ruimtetje ertussen en weer drie. En dan ga je die drie balkjes, bijvoorbeeld die je hebt liggen, steeds heel klein slagje verder uit elkaar leggen. Dat die dus op dat balkje leert om ruimer te gaan, om zich te dragen. Rechtuit op het zandpad. Als je daar thuis galoppeert, probeer een verlichte zit. En wat je zou kunnen doen is om zeg maar, de hoeken, omdat hij dan een beetje binnendoor krost, leg je hier gewoon een paal neer, zeg maar. Gewoon hier zo eentje. Dat je iets hebt waar hij omheen moet blijven lopen. Dan hoef je hem niet continu bij te sturen. Maar met dat jij stuurt, remt hij alweer. Ja, en hij moet een beetje in die balans komen. Ja. Dus, en dat is wel met deze. Moet wel vrij duidelijk zijn, maar ook weer willen ontspannen. Hoe lang is die trouwens drachtig al? God, hoe ver is ze nu? 2 maanden. Nee, maar dat is, met die balkjes gaat het wel heel erg helpen. En ik denk sowieso dat het voor haar goed is, als ze toch ook en moet bevallen en moet doen allemaal, dat ze hier een beetje sterker van wordt, ja. Want hij is ook in zijn lopen vrij slap. En dat is ook de reden waarom hij in de bocht zo aanpakt. Want hij draaft eigenlijk ook als je zeg maar, op de lange zijde rijdt. Alleen dat is alles heel veel om dat nu in één keer te doen. En je hebt al genoeg zeg maar, spanning met springen. Hij draaft eigenlijk continu een klein beetje heel licht zo. Ja. Dus hij drukt zich continu een beetje zo die kant op. En dat zie je dus ook op het sprongetje, dat hij zichzelf een beetje die kant op drukt. Maar ik denk dat zeg maar zo die kleine sprongetjes, dat je dat heel veel brengt. Ja, ja dat denk ik ook. Want, jij kan zeg maar zo lang trainen als dat je wil, maar je komt nooit beter door de rug en lossen dan dat deze twee sprongetjes net gedaan hebben. Ook al is het maar zo'n inimini ding. Nee, je bent wel een lieve paard. Of ik even op jouw paard een sprongetje wil maken? Ik heb ze een heel stelletje langer gedaan. Oh ja, ik moet tellen, er zaten geen nummertjes bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gok ik hoor. Maar ik denk dat het nog misschien wel langer moet. Maar... En dit zadel ziet er echt akelig klein uit voor mij. Maar... Julia, je bent ook handig met Photoshop, net als Michelle, hè? Nou, Leslie zit. Kan prima. Hey, Iris, deze is echt niet lui hoor. Ik heb nog niks gedaan. Ik ben alleen. Hij zegt, ik weet zeker, deze wordt nog fanatiek. Ik denk, als ik er dan toch op zit, kan ik ook maar gelijk even dat linker bochtje erop zetten, toch?
Zo, ja. Braaf, goed zo. Oh. Nou, dat is wel te doen hoor. Komt goed. Nee, maar je merkt wel dat hij gewoon inderdaad nog heel erg één kant op georiënteerd is. Het enige wat ik wel of prettig vind, maar als ik hem net een keer probeer om rechts te laten landen, na twee keer doet hij dat. Dat betekent dat het jou 10 keer kost, ook prima. Maar dat betekent wel dat hij zeg maar lichamelijk, ja, hij zal wel zijn voorkeur hebben. Maar net gooit hij zich nog steeds naar die kant, dat jij natuurlijk ook nog druk bent met überhaupt over dat stokje heen komen. Maar als jij er straks neem maar prettiger in voelt, dan kun je hem dus ook, zeg maar, dan treft het ook meer doel, het sprongetje. Snap wat ik bedoel? Dus die rechte landing hier, om dat binnenbeen, had ik een hele lange zijde profijt van in de galop, dat hij alweer makkelijker galoppeerde. Hoi allemaal, wij zijn terug in het fort. De paarden staan inmiddels op stal en we waren dus veilig thuis en ze hebben nog even in de wijk gespeeld. Maar de batterij was leeg, dus we moesten even opladen voordat we jullie weer konden updaten. Ja, want ik heb echt de volle les gefilmd. Ik weet niet of ik alle stukjes heb gebruikt ook, maar ik heb wel alles gefilmd, dus de batterij vond dat niet zo geinig. Het was okay. Een heftige dag. Ja, vertel hoe jij dit hebt ervaren. Nou, wat ik er persoonlijk van vond was, ik ben dus al wel een poosje weer bezig met City. Nog niet echt dat je denkt, we're going places, maar wel dat het, er zit vooruitgang weer in en er komt nu eindelijk weer een beetje vorm in, dat je echt denkt van, die training gaat weer wat zin hebben. Ja, dat je ook weet hoe je het aan moet pakken een beetje. Ja, maar ook dat je door die gekke dingetjes heen bent, dat ze paniek had met opstijgen en dat nu alles gewoon rustig en normaal is en dat je denkt, nu kunnen we ook vanuit vrede iets gaan doen. Het technische ding gaan. Ja, en dan ben ik heel blij natuurlijk dat ik daar hulp bij heb, maar ik voelde me echt zo'n idioot op sommige punten, dat ik echt dacht, ik kan toch wel beter paardrijden dan dit. Mm. En dan blijkt je niet eens te kunnen sturen en zo, dat voelde wel eventjes weer als dat ik dacht, Maar al met al was het wel een hele goede les en was ik heel blij met de tips die ik kreeg, want je merkte dus wel echt gedurende de les al verschil. Dus ik heb ook wat oefeningen weer thuis gekregen en dat is ook hartstikke fijn. Want ik denk dat dat de snelste manier is om natuurlijk hier doorheen te komen en een beetje vorm weer in onze combinatie te krijgen. En ik was ook heel blij dat Wesley heel veel geduld had en dat hij niet heel hoog hindernis heeft opgebouwd. Dat had natuurlijk ook niet zoveel zin gehad nu, maar het is wel fijn dat iemand daar ook rekening mee houdt met je gevoelens en zo. Dus daar was ik hartstikke blij mee en we gaan dit zeker vervolgen. We nemen jullie vaker mee. Laat even weten in de comments als je het leuk vindt als Sanne ook dit soort lessen gaat volgen. Want het lijkt mij namelijk erg geinig als ze dat ook doet. Mm-hmm. Dat we dit gewoon een beetje afwisselen. Maar ik denk op deze manier, met rustige begeleiding en goede tips, dat ik misschien ook nog wel een keer door die angst heen kom. Dat zou ik leuk vinden. En dan hebben we voor jullie nog de vraag of jullie vragen hebben aan Wesley over het springen. Want dan kunnen we de volgende keer wat vragen gaan beantwoorden. En die tips mee gaan voor nemen thuis in de video, dat we die even kunnen laten zien. Dus dan willen we jullie. Willen we jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren, op het belletje te drukken, al onze video's terug te kijken als je verveelt. En dan gewoon te wachten tot weer een nieuwe online komt. Ja. Ja. Doei!